Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe DeForest aflevering. We zitten weer in het menu, dat komt omdat we opnieuw moeten gaan neerstorten omdat we de vorige aflevering dood waren gegaan. Trouwens, ik ben Melvin, als je dat nog niet door had. En ik zie twee hoofden op de achtergrond nu die echt de tongen met elkaar echt helemaal in verbinding hebben staan. Gadverdamme, laten we maar op start drukken. Nou jongens, we zitten weer in het vliegtuig met dat ene kind naast me wat de vorige aflevering helemaal in de stoel ging. Maar we gaan nu niet nog een keer het allemaal zien. We gaan nu gewoon wachten totdat we op het eiland terecht gekomen zijn. Want we hebben dit godverdomme al zo vaak gezien jongens, is niet meer leuk. Oh, we storten opeens neer. Kind, ga niet in de stoel. Doe het niet voor mij. Oh mijn god. Oh nee, wat doe jij? What the fuck? Jongen, hij gaat nu gewoon nog verder dan de vorige aflevering in die stoel. Wat een anusgrapje, jongen. Hoi. That ass. Booty bounce, bounce, bounce. Make it booty bounce. Nou, en wij zijn weer dus heerlijk neergestort met het vliegtuig. We zijn op een nieuw eiland aangekomen. Dat zou me best wel kut lijken als je dit iedere keer weer opnieuw moet meemaken. Iedere keer weer opnieuw dat vliegtuig gaat neerstorten. Dat je weer denkt van, godsamme man, dit heb ik al zo vaak gezien. En ja, dat krijg ik nu ook een beetje dat gevoel. Maar hey, we zijn dus weer op een eiland. En laten we maar even een paar dingen hier gaan pakken. Oh mijn god, we hebben weer de stappenteller. En we drukken eerst maar weer op close, want daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan. We laten hier maar zoveel mogelijk dingen pakken en opeten wat we kunnen. En dan gaan wij hier maar weg. Want het schijnt zo, wat jullie zeggen, dat ik hier uit de moed. Ik wil echt een keer Russisch leren. Dat kan ik gewoon in het Russisch schelden in mijn video's. Maar nee, het schijnt zo te zijn dat de kannibanalen en mensen. Ik weet natuurlijk wel dat het kannibalen is. Maar als ik kannibanalen snap. Ik denk dat de helft van jullie niet snapt. En dat het gewoon een te ver gezochte grap is die ik echt heel vaak heb gezegd. Dus beter ga ik nu wel gewoon kannibalen zeggen. Want ik weet het natuurlijk wel, jongens. Het is een soort van grapje dat ik heel de tijd maak. Maar eigenlijk niet een leuk grapje. Het is gewoon een domme kutopmerking. En daardoor denken jullie dat ik heel slecht ben in Nederlands en dat ben ik ook, maar eigenlijk is het een heel slecht voorbeeld voor de jeugd. Nee mensen, wat jullie tegen mij hadden gezegd is van Melvin, je moet zo ver mogelijk uit de buurt gaan van het vliegtuig, omdat daar heel snel kannibalen komen. Oftewel, ik ga je daar weglopen en wij gaan weer op zoek naar een strand, denk ik. Dat is toch wel het beste om te doen. Ik denk het wel, het strand, want daar heb ik nu al twee keer gebouwd en twee keer beviel het mij wel. Helaas ging ik de vorige aflevering dat dood. Dat was een beetje jammer, maar we gaan nu gewoon weer proberen het om te overleven. En hey, water! Is het strand of niet? Even kijken of dit strand is hoor. Even koekaloeren. What? Dit is helemaal geen strand. Dit is, oh my, oh what? Dit is ook nog wel een zieke locatie trouwens. Zullen we hier op dat, ja, daar gaan we bouwen. Wij gaan hier bouwen en loop even iets sneller. En check hoe mooi dat water eruit ziet. Ik vind het water er serieus best wel mooi uitzien. Echt wel. Oh mijn god, nou ja, nu ik het erover heb, ziet het er wel heel slecht uit, het water. Wauw, ik dacht echt even van, het water ziet er mooi uit, maar nee, toch niet schijnbedriegt. Nee, maar ik vind dit hier, vind ik wel een leuke locatie, dit, zo hier. Zullen we hier gewoon gaan bouwen en kijk, daar gaan opeens allemaal rotsen tevoorschijn komen. Poef, 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 oh mijn god, dat zijn magische rotsen. Laten wij anders maar hier gaan bouwen, dan kunnen wij hier... Ja, ik heb een episch idee, mensen. Hey, ik zie jullie zo meteen bij Fort Melvino en dat gaan jullie echt denken van, zo Melvino. En heb jij dat gebouwd in die tijd? Ja, dat heb ik gebouwd in die tijd. Moeten jullie maar gaan opletten wat ik zo meteen ga bouwen. Oh mijn god, hier hebben we weer een grote vriend. Hé jongen, hoe is het met jou? Hé, nee, ik... Oh, wow, 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 wow. Ik bijt niet, hè? Huh? Oh, en wat? Ik dacht en wacht. Huh, wat? Waar ben jij? Oh, ik sta nu vlak bij jou. Ik bijt niet, hoor. Huh? Hij oh mijn god, hij kan ook teleporteren, net zoals die rotsen. Nee mensen, maar ik ga even hier een prachtig iets maken, een prachtig kamp. En dan zien jullie zo meteen wel Fort Melvi. Fort La Melvi, ja, pardon. What the fuck was dat? Noemen ze dat bliksem? Moet je dat voor de gein eens terugzien in de herhaling. What the fucking... Oké dan. Wat? Dit meen je niet. Ik zie het nu pas. Ik zie het nu pas. Oh mijn god, mensen. Wat mijn idee was, was om hier een hele muur te gaan maken. Maar nu ik dit zo zie dat dit omhoog gaat. Juist. Ja, denk ik nu. Ik kan het gewoon verder gaan maken. Of ik kan even kijken of we dat kunnen fixen op een of andere manier. Want dit ziet er dus serieus fucking lelijk uit. Echt serieus. Dit is echt lelijk als de neuk, man. Wat? Hoe heb ik dit ooit geflikt?
Hier, we hebben gewoon straks een vliegende muur. Ah, gadverdamme man, dat had ik niet op gewacht. Nou ja, dan zet ik wel gewoon eerst mijn huisje neer. Laten we dat alleen voor wat het is. Bouwen maar even zozelf dat huisje. Ik wou echt een heel fort gaan maken, maar ja, dat gaat hem helaas nu nog niet worden. Laten we maar even dit huisje zo hier neerzetten. Hupsakee. Bam, bada, bam, bam. Hey, en dan gaan we nu eerst maar dat huisje maken. Dat vind ik dan wel net zo goed en leuk idee om te doen. Dus dan zie ik jullie zo meteen wel als ik dat huisje heel heb. En daarna ga ik even, ik weet niet wat ik ga doen. Ik zie al wat ik ga doen. Het komt altijd wel goed, weet je. We moeten sowieso ook nog een wat eten. Dat is altijd wel handig. Oh, ik zie nu ook dat ik honger heb. Dus dat betekent dat we ook een kampvuur moeten gaan maken. Oftewel, we plaatsen even een basic campfire. En gaan we even zorgen dat die zo meteen aan kan. Ja, dat is wel zo handig, dacht ik. Het regent dan wel, maar hey, YOLO. We krijgen het kampvuur echt wel aan. Wat? Wat? Ho, 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 rot op, rot op, rot op. Rot op, rot op, rot op, rot op! Nee, ik was net zo ver. Ik schrik me de malle moeren. Fucking nee, waar komen die opeens vandaan? Oké, voor mij betekent dat dat we weer in deze... Ja, zie, we zijn weer in deze grot. Oh mijn god. Ja, en ze staan dan om mij heen. Oh mijn god, ze staan zo close. Ze staan zo dicht bij mij. Waar moeten wij heen? Laten we onze... L, laten we eerst maar eens L drukken. Oké, okay. We hebben ons lichtje aan en we moeten dus heel voorzichtig hier weg gaan lopen voordat ze achter ons aankomen. Oké, okay. Want dat ging voor mij de vorige keer fout toen ik in deze grot was. Toen ging ik echt letterlijk gewoon dood. En kijk, hier ligt wat. Kunnen we dat openen? Nee, fucking kutzooi. Oh, daar ligt wat, wat is dat? Hé, hey, wat heb ik nu gepakt? Wat is dat? Ik weet niet wat ik net heb gepakt. Maar jullie hebben het mij een keer verteld dat hier, hoe noem je dat? Een flare gun ligt. En daarmee kan ik schieten. Maar waar ligt die flare gun, jongens? Dat is mij ooit verteld. En ik hoop dat ik hem heel snel kan vinden. Want ik vind het niet leuk. Nee, dit vind ik echt niet leuk. Waarom moet ik nou weer doodgaan? Of ja, dood. Gepakt worden, kan je het meer noemen, hè? Hoezo moet ik nou weer gepakt worden? Nou, jongens, laten we hier maar voorzichtig gaan lopen. En holy damn, man. Wat is het voor ziek grote cave? Oh mijn, holy tietjes. Check hoe fucking groot het is. Oh nee, mijn lighter. Toe, ga aan. Ja, gelukkig. Dan heb ik nog een beetje licht. En trouwens, als jullie weinig zien, ik zie ook echt... Is daar de opening? Oh damn, als daar de opening is, dan gaan wij hier heel snel vandaan. Maar ik wil toch... ik ben toch zeer geneigd om die flare gun te nog vinden. Want daar hebben jullie het over gehad van Melvin. Als je in die grot zit, dan moet je die flare gun vinden. Maar waar zit die flare gun? Kunnen we normaal lopen? Oké, please. We gaan gewoon lopen. Dat vind ik toch nog wel het leukste. Waar gaat dit ooit heen? Volgens mij gaan wij hier echt zo diep onder de grond dat ik zometeen helemaal de malle moeren schrik van niets. Holy damn, man. Hoe diep is dit? Hoe de fucking diep is dit? Holy damn. Hoe groot is dit überhaupt? What the fuck? Wat hebben we daar? Oh mijn god, er komt allemaal regen binnen. Wauw, dit is echt één ziek grote cave, jongens. Check dat. Oh mijn fucking god. Oh damn. Wat ligt hier? Daar ligt wat. Kunnen we dat oppakken? Oh, dat is een kaars. What the fuck? Dat is een schedelkaars. Dat is al helemaal erg. Maar ik zie serieus echt bar weinig, omdat er een licht op mij schijnt. Dus dit ziet er heel dom uit, maar zo kan ik veel beter kijken waar ik loop. Oh, what the... Er liggen hier zoveel skeletons. Nee! Nee! What the fuck is dat? What the... Oh. Wat is dat? Wat is dat? Zien jullie dat er staan? Dat staat daar heel erg raar. Wat is dat? Ik moet echt... Wat? Dat is... What? Oké, okay, pak je bel voor Melvin. Hoe doen we dat? Inventory, bel. Nu voorpakken. Moet je zien wat er staat? Wat is dat ooit voor... Ligt het nou maar... Heeft dat ding 8 benen? Wat de heck? Moet jullie eens kijken waar dit... Gadverdamme. Oh mijn god. Laten we daar maar snel bij vandaan gaan. En hij zit toch niet achter me aan. Nee, rot op, rot op. Oké, rennen, rennen, rennen. Oh mijn god. Waar moeten wij heen? Waar moeten wij heen? Toe, waar moeten wij heen? Ik zie het niet. Het is zo fucking donker hier. Het is hier echt, echt anusblekerig donker, jongens. Alsof hier zoveel is gescheten dat je gewoon niks meer ziet. Zo bruin is het hier. Donker, zwart. Kom op, klim hier. Kan ik hier niet meer uit of zo? Oh jawel. Oh mijn god, ik dacht even dat ik er niet meer uit kon. Dat ik vast zat met dat monster. Wat was dat? Dat was echt één ziek raar ding. Nou ja mensen, ik hoop dat ik nog uit deze grot kan komen. Volgens mij was hier ergens de opening. En wat hangt hier? Oh, dat is weer zo'n prachtige strop. Volgens mij staan het stroppen dat ik er steeds meeneem. En als het goed is, was hier ergens de uitgang. Uitgang hier links toch? Of hier. Daar is de uitgang. Waar is nou de uitgang dan?
Ik weet zeker dat hier ergens de uitgang is. Kom op. Is dit de uitgang? Dit ziet er wel... Wat de heck is dit? Allemaal sperma aan het plafond? Oké. Oh mijn god, het is hier zo donker. Oh mijn god. Is dit een uitgang? Nee, dit is geen uitgang. Maar hier... Wat? Ik wil een uitgang hebben. Ik wil een uitgang. En bij deze monsters vandaan. En ik kan geen uitgang vinden. En ik zie daar een heleboel licht vandaan komen. Maar dat gaat alleen maar dieper de grond in. En ik zie echt serieus... Hé, daar liggen dingen dat ik kan pakken. Daar liggen dingen dat ik kan pakken. Wat is dit? Wat is dit? Ik, what the fuck? Waarom pak ik hier nou twee elektronische dingen op? Wat heb ik daaraan? Niks volgens mij. Is daar een uitgang? Is dat een uitgang, jongens? Oh mijn god, dat ziet eruit als een uitgang. Oké, laat snel lopen. En dit ziet er zo dom uit dat ik zo in deze video heel tijd zit. Maar ik kan veel beter dan... Nee, dit is geen uitgang. Kutzooi. Oh, wacht. Wel, allemaal licht. Allemaal lijken. What the fuck? Hallo, jongens? Oh, wow. Wow. Oh my... What the fuck? Ik dacht dat Outlast ziek was, maar hier hangen mensen in stenen. Dat is dan wel weer jammer dat dat gebeurt. Maar zie je dat? Nee, dit zijn toch niet allemaal mensen uit het vliegtuig. Nee. Ik wil hier uit. Ik wil hier alsjeblieft uit. Ik vind het niet leuk in deze grot. Wat ligt hier? Kunnen we dat pakken? Dat ziet eruit alsof we het kunnen pakken. En we kunnen het niet pakken. Nou ja, hier ligt iets. Kunnen we dat pakken? Nee. Kunnen we hier eruit? Nee, ik wil gewoon eruit. Toe. Is dat nou zoveel gevraagd? Is dat nou zo'n moeilijke vraag? Ah, rot op man. Ik schrik gewoon van die dingen die hier hangen. Oh mijn hemel. Ik weet zeker dat ik echt net een uitgang had. Ik weet zeker dat ik een uitgang had gezien. Maar ik ben weggelopen en nu weet ik niet waar die uitgang is. Oh mijn god. En het is hier ook zo alle Jezus het donker. En als ik mijn licht uit doe, dan zien jullie mij niet zo goed. En dat is gewoon fucking kut. Hoe willen we dit gaan fixen? Ja, daar loop je dan in een grot. Dit is gewoon niet meer leuk, jongens. Dit is gewoon niet meer leuk. We hebben echt een heel raar ding gezien beneden in de kelder of zo. Of helemaal onderin de grot. Ik weet niet wat dat was. Er zit nog steeds over in. En voor de rest hebben we hier wat lijken zien hangen. En hoop ik dat ik hier heel snel uitkom. Heel snel. Echt heel snel. Oh nee, daar hebben we die kannibalen. Of kannibalen. Ik zal geen kannibalen meer zeggen. En wat staat hier? Wat is dit? Een stoel. Oh, nee, 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 ik hoor hem, ik hoor hem. Fuck off, fuck off, fuck off. Nee, nee, ik wil niet dood. Nee, nee, ik wil niet bij mijn alle andere passagiers hangen. Ik wil hier gewoon uit. Is hier serieus wel een uitgang te vinden, vraag ik mij nu af. Is hier een uitgang te vinden, jongens? Ja, toch. Ja toch, echt waar. Hier hoort toch een uitgang te zijn. Waar dan? Ik zie nergens een uitgang. Hier allemaal skelos op de grond, maar nergens een uitgang. Waar kom ik vandaan? Ik kom... Wacht, wacht, we kunnen hierheen. Of niet? Nee, is dit uitgang hier of kom ik hier vandaan? Voor mij kom ik hier vandaan. Ja, we kunnen dit niet meer winnen. Nee, dit is gewoon pure onmogelijkheid voor ons jongens om dit te halen. We moeten niet doodgaan of we moeten hier gaan leven. Oh mijn god, alleen het is hier zo koud en donker. Ik hoop dat jullie nog wat kunnen zien. Want dit is echt, echt niet normaal. Waar gaat dit heen? Dit ziet er interessant uit. Allemaal tanden aan het plafond? Dat is wel wat raar, maar hey, we hebben een nieuw gebied gevonden. Oké. Ik hoop dat wij nu bij een uitgang komen. Waar kunnen we heen? Links, rechts. We gaan voor mij alleen maar dieper de grond in. Kunnen we hier omhoog? We gaan hier gewoon omhoog. En de hoop dat wij bij een uitgang komen. En dat wij gewoon weer terug kunnen naar Le Fort Melvin. Want dat is gewoon wel waar ik echt nu mijn bestaan wil opbouwen. Maar dat gaat niet op deze manier. Dat is gewoon onmogelijk. Waar zijn we nu? Wat hebben we hier liggen? Oh, fuck. Nee, daar hebben ze, oké, nee, fuck off, holy damn, kawaii, nee, ik ben dood, deze vijft, one, no jongens, godverdomme, mensen, kan ik uit deze cave, is mijn vraag, volgens mij wel, maar ik weet het niet zeker, ik ben weer dood gegaan. En toen waren we weer bij dat menu met die twee hoofden en die tong ertussen.
Nou, in ieder geval, dit was deze 44th aflevering. Hoe goed ik in het begin ging met de afleveringen, zo slecht ga ik in de laatste twee. Ik heb de laatste twee beide keren gegaan en dat is niet leuk. Nou ja, mensen, dit was mijn grotten verhaal. Verhaal kan ik niet noemen. Mijn grottenavontuur, laat het zo noemen. En mensen, ja, doe een blauw duimpje omhoog als je genoten hebt van deze DeForest aflevering. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En als jij nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even snel een knopje abonneren dat hier beneden staat. Dan ben jij altijd op de hoogte van mijn video's. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is, doei mensen!